Sportbrood. 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 Oh nee, hè? Sportbrood. Welkom bij Sportbrood, het wekelijks programma van RTV Dinalo. Jaargang 32 en dit is vandaag 20 november. We hebben weer een vol programma van u. En we gaan beginnen met verslag en rapportages. Daarna gaan wij over tot de loting van zaalvoetbaltoernooi in Leek. En daarna andere sporten. En de presentatie van vanavond is Bas Bouwmans, Jacques Wijker, Dick Stubbe en daarin de hoek Erin Gerbinger. Mijn naam is Henk Baron en we gaan beginnen, Bas, bij de wedstrijd FACO Fit Boys. Ja, het was niet alleen, het was wederom een nat weekend, Henk, maar het was dit weekend ook een donkerrood weekend. Donkerrood? Voor, ja, voor mij en voor Jacques ook, maar daar komen we straks nog wel op af. Ik had nog een kaartje meer in mijn wedstrijden, dus de kleur rood overheerste in de wedstrijden van in onze gemeente. En ook nog wel hele andere vervelende incidenten als bij Tinalo en dergelijke, maar daar komen we nog wel op. Mm-hmm. Laten we beginnen met FACO inderdaad. Wat mij betreft kunnen we wel even meekijken met de beelden. FACO ging ten onder met 3-1 tegen Fit Boys. En het was niet eens zozeer omdat Fit Boys beter was. Maar op een gegeven moment stond het 3-1. En daarna liep het op het einde nog even valikant mis. Maar daarover straks meer. Nou ja, je ziet hier de goals al voorbij komen. Die eerste zei Jacques net al terecht van... Hey, daar zie ik jullie keeper zich toch wel een beetje laten verrassen in die korte hoek. Goalie Rolf van Wijk. Nou, dat klopt ook wel. En hier... is ook een wat ongelukkig moment, want dan ligt hij al op zijn achterwerk terwijl die van binnen ingetikt wordt. Dit waren de twee goals van Fit Boys na rust. Eerste helft was eigenlijk niet zoveel aan de hand. 1-1, terechte uitslag wat betreft die rust. Ja, in de tweede helft ging het zo. Nou ja, je ziet hier ook nog wat mogelijkheden. Mooie redding van de keeper. Karsten Koopman die hier nog dichtbij is bij een aansluitingstreffer. Ja, en dan komen we een beetje op het moment waar het uiteindelijk om gaat zo. Hier wordt Karsten Koopman neergehaald. En daar aan de linkerkant zie je Steenbergen inderdaad al omver gaan. Dat is een beetje wat er hier gebeurt. Die had al de hele wedstrijd wat mot met de aanvoerder van Fit Boys. Ja, en dit kreeg de scheidsrechter niet mee. De actie van Steenbergen daarna kreeg hij wel mee. Die heb ik niet meegekregen, want toen was ik niet meer aan het filmen. Maar dat leverde een rode kaart op voor Patrick Steenbergen. En we zullen Patrick even bellen om zijn verhaal te horen. Ja, maar als ik dat zo even zie, het was in het judo, was het een geweldige worp van de man van Fit Boys. Ja, ik dacht ook van, ik denk die ander had een rode kaart. Al over. Ja, klopt. Die rode kaart. En die andere van Fit Boys kreeg ook een rode kaart? Nee, die ontsprong de dans. En dat was ook een beetje kwaad bloed zetten, denk ik, bij de Friese. Ja, maar daar begon het toch. Tenminste, ja, Steenbergen hing een beetje achteruit. Maar ja, dan... mij benieuwd wat de grote verdette te vertellen heeft. We zullen Patrick even bellen. Ja. Patrick Steenbergen, goedenavond. Goedenavond. Hey Patrick, wij hebben jou best wel vaak, kom je langs hier bij Sportpraat, zoals jij weet. En meestal is dat met mooie momenten en beslist momenten. Maar dit weekend ging het anders voor jou, hè? Ja, dat was een beetje een vervelend weekend. Ja. Ja, hoe kijk je er zelf op terug? We hebben net even wat beelden gezien en wat toelichting hebben kunnen geven. Maar we zijn ook wel benieuwd naar jouw verhaal. Nou ja, ik had de hele wedstrijd, vanaf het moment dat ik inviel, was dat mijn directe tegenstander. En prima, hè? Ik bedoel, je mag kort verdedigen, dat vind ik ook helemaal niet erg. En een beetje duwen, trekken vind ik ook prima. En op een gegeven moment werd het wat een beetje vervelend met elkaar. Nou, op zich vind ik dat ook niet eens zo erg, maar op een gegeven moment tikte hij mijn... hij schopte me eigenlijk gewoon een beetje neer. En natuurlijk waren we wel een beetje duwen aan het trekken met elkaar. En toen daar werd ik een beetje kwaad om en toen gaf ik hem ook een tikkie. En dat kostte mij de rode kaart. Ja, dom, laat dat heel duidelijk zijn. Dom voor mij. Je noemt het een tikkie, maar we kunnen ook wel spreken van een tik, denk ik, hè? Ja, tik. Een beetje hetzelfde. Ik denk een beetje hetzelfde als dat hij mij neertrapte. Okay. Hey, het was trouwens een goede beenworp van hem. Ja. Dus je lag al op de rug. En in judo, dan moet je stoppen. Dan kun je niet meer reageren, Patrick. En jij deed het toch wel. Ja, ik had ook wat slimmer moeten zijn. Ik had ook, wat ik in ieder geval nu deed, was niet het meest slimme wat ik gedaan heb. Ik weet niet of de scheidsrechter zag. Ik denk het eigenlijk niet, want de bal was wel richting de andere kant. Maar hij voelde natuurlijk wel aan dat er wat gebeurd was. Rood. Ja, terechte straf. Ja, dat zou ik ook doen. Waarom kreeg die andere dan geen kaart? Ja, dat zag hij niet. Hij zag dat niet.
Dat had hij niet gezien dus, sowieso nee, niet. Op het filmpje zie je ook wel dat hij de bal gaat al eigenlijk de andere kant op. Dus daar loopt hij heen, dus dat zag hij niet. Ja, en ik denk dat hij dat van mij ook niet zag. Maar toen jij viel, heb je dus niet echt geschreeuwd zodat iedereen op de tribune schrok? Nee. Ik vind prima als je wat duels uitvecht. En dat is prima, die aanvoerder, prima. Die zit er kort op. Ja, dat zou ik ook doen. Ja. Dat gebeurt, weet je. Tikkie, ja, ik vind het op zich ook niet zo erg. En ik geef een dom tikkie terug. Wacht even, Patrick. Jij vindt het niet zo erg, maar dan sta je twee wedstrijden aan de kant. Nou, maak er maar 5 van. begrijp dat het bericht al binnen is van de bond, Patrick. Ja. Ik heb 5 gekregen. Zo! Dat vind ik een beetje... Daar is niks voorwaardelijk bij? Nee. Nee, ze hebben gewoon standaard codes die ze hanteren. En aan het daarvan, klopt ik het vind, wel. Ik vind het belachelijk. In mijn carrière ben ik ooit ook 5 wedstrijden geschorst waar ik niks aan kon doen. Maar bij de KNVB, want die scheidsrechter zag het ook niet. En ik weet nog precies wie het was. Het was Kerkhof van GVV, de rechtsback. Als je wat sneller bent, dan irriteert dat wat. En ik weet scheidsrechter Zwart... heeft het absoluut niet gezien, maar je hebt geen schijnvakant. 5 wedstrijden meteen voorwaardelijk. Maar ik vind dit een zware straf, Patrick. Ja, ik ook. Wat ik zeg, die duels waren prima en tikkie. Ja, dat kan, weet je, dat vind ik helemaal niet zo erg. En dan kun je het ook een keer terug. Tikkie terug is ook, hoort er ook bij. En ik deed het misschien wat hard, maar... Ach ja, 5 wedstrijden met wat eraan vooraf ging. Ja, kijk, hij komt er goed vanaf en... dat snap ik ook als een scheidsrechter niet ziet. Maar het is wat het is. Ja, maar je zegt zelf ook dat hij zag dat van jou ook niet. Nou, dan kun je niet iemand eruit sturen als je het niet gezien hebt. Nee, goed. Misschien uit zijn ogen. Dat weet ik niet. Kijk, hij heeft zijn reden om rood te trekken. Het was ook geen slechte scheidsrechter of zo. Hij vloot verder prima, vond ik. Dus goed. Ik kan er ook verder niet zoveel aan doen. Hey Patrick, dan die wedstrijd zelf nog even. Hè? Je staat ook maar ineens met 3-1 achter. Hè? Want echt klasverschil zat er toch ook niet tussen Vaco en Fit Boys? Nee, het waren met name een beetje de eerste 10 minuten van beide helften die ons een beetje de das omdeden. Ik heb zelf de eerste 10 niet gezien, want Sinterklaas die kwam in het land. Maar ik begreep dat het in ieder geval een vrije trap stond waarbij de aanvaller vrij kon inkoppen. En de tweede helft... Ja, 2 momenten. Die linksbuiten, die was wel goed. Die schoot hem goed binnen. En de tweede moment zaten we niet op te letten. Dat is eigenlijk een beetje finesse geweest. En niet zozeer omdat Fit Boys echt zo goed was, vond ik. Maar ik vond dat wij ook wel te weinig brachten. En zeker in vergelijking met de wedstrijden ervoor hebben we echt wel goede dingen laten zien. Ja, en zaterdag was te weinig, vond ik. Helder. Hey, Steen, we gaan zo ophangen. Nog een laatste vraag. We willen straks ook even over de loting Leekse Zaalvoetbal Gala. Dat is natuurlijk helemaal jouw ding. Wat vind jij van de loting voor Vaco? Een pittige op papier. De opzet is wat anders. Dus volgens mij hebben we nu 4 in de pool en gaan er 2 door met de wat beste nummers 3, vermoed ik. Dus dat zal niet zo heel veel anders zijn. Oosterwolde komt altijd wel ver. Vind ik ook een goede ploeg hebben. Grijpskerk is ook wel wat zaalvoetballerig, geloof ik. En Nieuw-Rode denk ik wel de minder op papier. Wij hebben een goede zaalvoetbalploeg met wat talentvolle zaalvoetballers. Dat is het voordeel als je geen reuze meer hebt. Dus de andere jongens die kunnen nu ook, die voetballen ook veel. Dus dat is wel goed. En met wat routine denk ik dat we wel een aardige ploeg hebben. Oké, mooi. En de schorsing telt niet mee voor in de zaal. Dus jij kunt gewoon daar nog in elk geval los. Maar de schorsing die telt voor ons programma wel heel zwaar. Ja. Nou moeten we 5 weken kunnen we niet meer over jou praten, Patrick. Ja. Nee, maar dat is geen probleem. Hè. Je moet vooral andere spelers in de gaten houden. Ja, dat gaan we doen. Maar dat is een mooie speler. Vrouw en kinderen steen weg en een mooie tijd tegemoet, denk ik. Ja. Ik heb wat meer tijd om te zaalvoetballen, dat is ook goed. Oké, sterkte ermee, Patrick. Yes, goeie uitzending. En bedankt, hè. Hoi. Doei. Ja, dat is rood, dus die zien we een poosje niet. Ja, de wedstrijd van Steenberg zei het al. Hè? Onnodige nederlaag. Cor was ook wel goed flauw van. Die was de hele week al wat ziekerig. En kon het nog wel opbrengen inderdaad om hierbij aan te schuiven. Maar ik denk niet dat hij veel beter weer naar huis afgereisd is. Want die was er goed flauw van. Volgende week een serieuze degradatiekraker haast tegen Leo uit Loon. Loon uit is voor Vaco meestal wel lastig. Mm-hmm. Ja. Maar het is voor alles vind ik het een vervelende situatie. Dat je 5 wedstrijden geschorst wordt.
Ja. Als je kijkt, ze breken in de Eredivisie elkaar de benen bijna. En dan krijg je 2 wedstrijden plus 1 voorwaardig. Ja. En dat vind ik wel heel graf. Ik vraag het is me amateursport, hè? Je betaalt nog contributie. En... We hadden zaterdagmiddag over en zeiden, een wedstrijd of 3, zoiets. Heb je ja, maar ik vraag me af waarom er nou zo'n groot verschil in zit. Tussen die betaald voetballers en die straffen, want dat is eigenlijk hetzelfde overtreding, toch? Of en het lijkt er dus een beetje op. Maar nou, ja, dan denk ik ook bij mezelf van, hoezo, 5 wedstrijden? Nou, wel, jij gaat het net al aan. We komen straks nog bij een paar rode kaarten. Hè? Ik ben benieuwd hoeveel wedstrijden dat allemaal. Ja, hoeveel die nou krijgen? Want, die komen helemaal niet meer weer in de eerste jaren misschien voetballen toe. Nou, moet je voorstellen, ja. Nou, we lopen er maar niet op vooruit. Maar van 1 ploeg gaan er 3 uit. Dan speel je met 8 man nog en die krijgen allemaal 5 wedstrijden. Nou, 1 die krijgt misschien nog wel meer. Want als je slaat is het misschien nog wel erger dan trappen. Ja, ja. Nou ja, ik weet niet of het hier ook komt. We hebben nog wat te bespreken, Bas, vanavond. Ik denk dat... We zijn nog niet eens bij Tinalo. Deze viel dan toch ook onder de slaan? Nee, die was natrappen. Oh, dit was natrappen? Ja, trappen, oh. Trappen en dan wordt er onderscheid gemaakt tussen raak en niet raak. Trappen, raak en dan rolt er automatisch 5 wedstrijden uit. Dat is een beetje het verhaal. Ja. Dus als je nog niet gevallen had, zijn dat dan geslagen. 9 wedstrijden. Ja, dat onderscheid. Moet ik even in de codes duiken? Ja, want... Misschien een keer een scheiden. Henk Abrahams of iets dergelijks. Kunnen wij hier wel een keer uitnodigen om hier eens even over in te zoomen. Hoe dat zit met die strafmaten. Dat is wel een goeie. Ja, want Henk die weet alles uit zo. Precies. Zo. Maar ik ben toch benieuwd naar de volgende wedstrijd nou. Kan niet wachten. Ja, dus vandaar. Ja? Nou, dus, maar die hield het mee op. Dus en nu onderin. En ja, dat hadden we niet verwacht natuurlijk met z'n allen. Nee, en de nog even terug naar Vaco inderdaad, want de weg leek omhoog natuurlijk. Hè, met de overwinning op, wat was het, Wildervank. En daarna het puntje tegen Borgen, wat goed was. Ja, en nogmaals, dit was echt in de categorie onnodige nederlagen was dit er wel een. Eerst helft was niks aan de hand, allebei een goal. Emmanuel Manzeza, mooi doelpunt. 1-1, de rust in. Was eigenlijk niks aan de hand. En het was ook wat Patrick Steenbergen zei dan. Die direct naar rust verknooien. Dan krijg je in één keer die 1-2, 1-3. Daarna wordt het vervelend. Het wordt grimmig, gemopper. Fit Boys heeft zich ook niet van zijn beste kant laten zien, vond ik. Want hij noemde al die aanvoerder die hem daar eigenlijk wel een beetje erbij naait. Daarvoor was er ook al een moment. Ik kan me nog herinneren. Ja, we stonden gisteren bij actief. Maar dat er één met veel lawaai naar beneden ging. Nou, zo was er bij Fit Boys ook één. Waarvan je denkt van nou deze... Die moet toch wel minimaal gewisseld worden. Maar daarna vervolgens met een vette grijns voor de volle Vaco-tribune zo weer het veld in de sprint. Dat helpt ook allemaal niet mee voor de gemoedelijkheid. Nee, kijk eens allemaal af. Kijk eens allemaal af. Kijk, ja, het betaald voetbal is hetzelfde verschijnsel. Ja. Gaan daar stervende zwanen spelen. Allemaal Brazilië. Ja, klopt. Ja. Maar als je schopt, dan kun je maar beter direct goed schoppen. Dan heb je de straf al goed te pakken. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Maar dan weet je zeker dat je het niet hebt. Maar jou kon ze niet raken, Jacques. Yeah, maar dat was ook zo. Hè. Maar die scheidsrechter die zag dat in mijn geval ook niet. En het was in de hoek op het actiefveld. Yeah. Ik heb later nog wel weer met hem gesproken. Maar Alfred Kerkhoff van GVAV. Het is de meest misselijke man toen op een voetbalveld die mij gewoon een kaart aannaaide. En 5 wedstrijden, dat is de enige schorsing die ik ooit heb gehad. Nooit een kaart en van alles niks gehad. Ik dacht ook niet als trainer. Dus dan weet je wel, Henk, ja, sportman, dan moet er iets bijzonders gebeuren. Ja, dan moet er iets begonnen. Ik dacht eigenlijk over die backpositie. Ik denk, Hemmo Kerkhoff, maar dat was dan weer een Hemmo, dat was een ander. Dat komt uit onze militaire sport. Ja. Maar je gaat er niet meer onder gebukt, Sjaak? Nee, maar ik ga er niet onder gebukt, maar ik vind het zo onrechtvaardig. Ja, nee, dat is waar. En je kunt er niks aan doen. Nee, ook dat. En het was zelfs zo, maar dat is in de huidige rechtspraak is dat ook zo. Dat, jij weet nooit, als jij iets aanhangig maakt, of jij daar gelijk in krijgt. Mm-hmm. Ik herinner mij uit het verleden, dat kan wel even Bas, hè? Voor jouw tijd waarschijnlijk. Daar was de wedstrijd actief Houtingen-Hagen. Dat loopt volledig uit. Houtingen-Hagen is sowieso al. Klinkt wel goed. Dat liep volledig uit de hand. Mensen het veld op met paraplu's achter de spelers aan en ga zo maar door. Wij hadden als voorzitter de heer Walter Lekai, die was directeur van de Rijksluchtvaartschool. Wij hadden daar part nog deel aan. En je raadt het al, wie kreeg de schuld bij de KNVB? Actief. Actief. Ja. En daarom zeg ik, of het nou op sportgebied is, of het is in de gewone rechtspraak. Ja, het moet bewezen worden.
Nou, als een scheidsrechter het niet ziet, kun je nooit bewijzen dat iemand dat gedaan heeft. En je kan wel zeggen, hè, van, in het geval dat je Steenberg hebben we het verleden ook wel eens vaker meegemaakt, dat je denkt van, nou ja, ik ga er tegenin. Maar als je niet, ja, kijk, er zijn nog twee wedstrijden bij. Dat risico loop je ook nog. Zit gewoon in het karakter van een volk, joh. Maar dat is nou precies de arrogantie van die KNVB. Ja. Ja, we maar die beelden ook niet aanleveren. Nee, en de arrogantie. Nee. Die RTV Tinalo alles ziet. Hè? Ja, dat wij, ja, maar dat is nou. Wij houden hier ook niet zo met de rechtspraak over. We gaan naar actief tegen Weerdingen. Kijk aan. En dat was een happening op zich. Alleen de ontvangst al. Half ieder was er ook. Die heeft de reportage vorige week gezien. Die vonden dat fantastisch. En het eerste wat ze zeiden, waar is Henk Baron? Maar hij zei, maar die mocht geloof ik niet weg. Maar wij waren er wel. Jacob was er ook. En de wedstrijd, alle beelden die spreken voor zich. Het was een enerverende middag, maar wel met een diep rode kleur, Bas. Oei. Ja, het was zeker enerverend. En dat had ik toch niet verwacht toen ik daar 's middags heen ging. Dus je hebt kunstgas, hè? Dus het gaat sowieso door, want er ging niet heel veel door gisteren. En we houden een klein buitje op het einde, hebben we het redelijk droog gehouden, denk ik. Jacques, ja, dat klopt. Ja. En na de wedstrijd ook. Ja. Toen hadden we het dak boven ons hoofd. En twee flessen goals erbij, dus dat was weer top. Ja, dat bedoel ik. Dus maar we kunnen wel even naar wat beelden kijken. Ja. Twee goals voor jou, maar ik denk dat je hier toch wel met de pest in je lijf staat nu, of niet? Ja, dat volgens mij iedereen wel. Ik denk zowel Weerdingen zoals actief. Het is jammer. Je komt met 10 man, kom je hartstikke mooi terug tegen 11-tallig Weerdingen. Ja, ik mag daar gelukkig de doelpunt van maken, maar we hebben als team echt gestreden. Nou, ik denk dat in de laatste minuut krijg je een ongelukkige doelpunt tegen. Je kan niet echt tevreden zijn nu met de punt, aangezien de 3 punten zo dichterbij waren. Maar, De tweede goal, was die een eigen goal? Ja, eigen goal. Bal wordt van afstand geschoten. Volgens mij wil hij hem wegkoppen. Koppen naar achter op een of andere manier in zijn eigen goal. Was het een eigen goal of niet? Ja. Ja. En nee, je maakt hem zelf niet af in de eerste helft. Dan krijg je tegen op een gegeven moment. Dan loopt hij nog een beetje uit de hand. Wat gebeurde er eigenlijk? Een speler van ons schokte iemand van hem na. En toen kopte hij mijn eigen goal en toen kreeg hij ruzie. Je doet er niks aan. Sneu. Sneu. Ja. 5 rode kaarten, zeg maar. Jammer. Ik denk dat de scheids daarin op zich wel goed gehandeld heeft. Om 3 spelers rood te geven. Waarom die van ons, want die van ons schopt ook. Zonde hoort niet bij voetbal. Dat is jammer. Verpest een beetje daar. Maar het leek er in de eerste helft niet op dat dit zo zou scoren. En, het was ook eigenlijk een beetje door eigen fouten dat je de goals tegen krijgt. Hè? Want de eerste rode kaart voor een keeper, dan de bal, keeper laat de bal los en slaat hem in de eigen goal. Ja, ja, ik. Slaat hem uit het doel en krijgt er ook in de penalty. Nog even terug te komen ook op de eerste helft, dan wordt er 2 keer op de paal geschoten. Keer in de handen van de keeper, dus die heeft 4 keer geluk. En dan nemen jullie weer geen afstand in de eerste helft. En dat is een terugkomend iets. Ja. Ja, dat is... Ja, ik weet niet of je het inmiddels pech kan noemen of consistentie, maar... Het is jammer. Het is ongelukkig dat de bal 2 keer op de paal valt. Naar mijn weten kan je daar echt niet heel veel aan doen. Ja, dat was keurig. Ja!
samenvatting 2-2 terechte uitslag? Ik vind het niet. Ik vind dat actief een 3-punt die weg moet gaan. De eerste rode kaart die noemde net zeg al, die kreeg natuurlijk actief bij die panel, hè, omdat de bal uit het doel geslagen werd. Dus dat is ook een logische rode kaart. Was wel, scheidsrechter Mustafa had wel wat problemen met het identificeren van spelers. Vandaar was ook al wel wat discussie en onduidelijkheid van wie. Nou, hij stuurde de eerste verkeerde eruit. Precies, dus laat ik maar meer alsnog bij de goede speler uit. Dat was Scott inderdaad in plaats van Paul, die andere jongen. Daarna, op een gegeven moment kwam Weerdingen met ook met Tiemann in verband met 2 keer geel. Nou, was op zich ook weinig over te zeggen hoor. Dus wat dat betreft. Nou, de laatste overtreding, want daar stonden we op de neus bij. Maar wat ik dan niet begrijp is dat je zo'n overtreding bij de cornervlag maakt. Dat is jouw tweede gele kaart. Dan denk je, wees toch wat slimmer. Die bal die kan nooit voor de goal komen. Nee. Tweede gele kaart, het was een terechte kaart. En de eerste, dat was wat te ver weg. Maar die wordt er dan afgestuurd, is 10-10. Ja. Nou, en dan is de inleiding naar wat er fout gaat, is dat er een bal breed gespeeld wordt. En die krijgt Mustafa, de scheidsrechter, tegen het hoofd. Oei. En daar ontstaat een stuitbal uit. En wat actief deed, en daar verbaas ik mij toch ook wel over, die ging wel op een metertje 15-20 staan in plaats van wat dichter bij de bal. Hij mocht er niet op een meter bij staan. Nou, die bal die wordt recht richting de goal van actief gespeeld. Mm-hmm. En daar schijnt iemand een schop gegeven te hebben, doordat de man van actief waarschijnlijk een eigen goal die hem op de rug kreeg. En die man die bedenkt zich ook niet en die schopt ook. Dus dat zijn de twee. En toen was er nog één die had geslagen en dat was nummer 3. Dus eigenlijk binnen 3 minuten waren er ook 3 uit. Toen speelden ze 9-8. Toen kwam er trouwens wel wat ruimte op het veld. Ja, ja op zich, maar dat is logisch. Want dit was natuurlijk wel het bespreekpunt van de wedstrijd. Afsluitend daarvan, actief heeft het natuurlijk wel weer verschrikkelijk laten liggen hier. En, het wordt een beetje een repeterend verhaal natuurlijk. Hè? Eerste helft niet afmaken, niet voldoende afstand nemen. Tweede helft kantelde het, ja, en dan verklooi je hem. En dan krijg je wederom het deksel op de neus. Mm-hmm. Toch was het in de laatste minuut, omdat er zoveel ruimte was, was de junior die toen op rechts stond, die kreeg de bal natuurlijk keurig voor de voeten, maar schoot hem hoog over. En dat was jammer, want dat had de beslissing ook kunnen zijn. Ja, dan was het helemaal een pracht van de middag geweest. Ja. Klopt. Oké. Misschien moeten we nog even naar de uitslag kijken. Ja, we mogen nog even kijken hoe de topscorersbokaal en de... Ja, dan, dus, ja, juist de uitslagen. Ja, Sardara wordt een moeizaam verhaal, hè? Dit is... We zitten allemaal een beetje onder in de klooi, hè? Ja, en voor Lesmond is het extra pijnlijk omdat het natuurlijk bij de Knickerbockers was. Zijn oude clubpie vond hij niet leuk. En hij zit er ook wel een beetje in van... het roer moet toch een beetje om. En misschien is het allemaal wat te ver naar voren. En moet het ook wat behoudender misschien bij Zuidlaren om nu toch ook eerst wat punten te gaan pakken. Ja, het roer om. Dat was bij Vaco wel het geval. En dat had zijn uitwerking wel. Maar hier moet het roer even andersom. Niet te aanvallend spelen. Nee, precies. Dan komen we bij een ander triest verhaal. Tinalo tegen Oosterparkers. Ja, Tinalo heeft weinig pech met de wedstrijden dit seizoen. En de scheidsrechter is al helemaal. De eerste keer een poosje terug werd de wedstrijd gestaakt. Hè? Na enkele minuten al. Vanwege een blessure. Nu werd het wederom gestaakt. Maar was het een heel wat vervelende reden. Spectaculaire wedstrijd. Oosterparkers nam heel snel 3-0 voor. Daarna knokt Tinalo zich keurig terug in de wedstrijd tot en met een 5-3 voorsprong. En dan gaat het op het einde na een 5-4 gruwelijk mis. Omdat scheidsrechter Harm Entjes een speler van Oosterpark een rode kaart geeft. Wat ik begreep om een hele logische reden. Die accepteert het niet. Duwt of slaat de scheidsrechter omver. Veel gedoe, veel trammeland. Wedstrijd gestaakt. Ja, triest. Nou, het was 2 keer geel hè, van de man van Oosterparkers. En ik begreep dat het ongeveer blessuretijd was. Ja, klopt. Ja. Maar er werd toch nog gescoord. Dus kijken we dan even met een half oog. Of toch maar met een hele oog naar de... Nou, dat is zeker wel even interessant om te kijken. Ik heb je gelijk in. Ja. Want, misschien even de topscorers erbij. Ja. Want daar zien wij twee bekende namen. Iemand en Koops. Niks nieuws is nieuw. Iemand heeft wel gevoetbald, niet gescoord. Koops heeft niet gevoetbald, dus ook niet gescoord. Maar daar komt Cornel de Jong. Dat is toch wel heel mooi voor hem, hè? Mm-hmm. En als hij doorgaat met deze dadendrang, dan gaat dat wel heel hard voor Cornel.
Dat is hem van harte gegund. Ook interessant, want Nick Matulessi, Tinalo, ook drie keer gescoord. En die komt er eigenlijk ook wel hard aan. Want de wedstrijd is nog niet uitgespeeld, maar ik heb de doelpunten er alvast wel bij opgeteld. Zeg, want die nemen ze vast niet af, hè? Nee, daar ga ik even vanuit. Ik denk dat dit ook de eindscore wordt. Want voor een paar minuten hoef je niet meer terug te komen. Ja, precies. En, en hebben we nog een overzicht van de wedstrijden die er zo meteen gespeeld worden? Dat is een vraag voor de techniek. Kijk, daar zijn we. Kijk hier. Dit zijn de krenten in de pap volgende week. Zuid-Laren, Veendam, op zich heel mooi. Ja. Wat ik al zei, het duel onderin in de vierde klasse, Leo tegen Vaco. Tinalo gaat denk ik een moeilijk potje tegemoet bij Guno, die er wel aardig op dreef zijn. Noordsterren Seijen moet kunnen. Noordsterren doet het toch niet zo briljant. Groningen Boys actief, Sjaak. Dat wordt ook wel een kaken. Groningen Boys ook verrassend. Ja. Nou, en Ieder nog even. Ieder de punt WO, dat is zeker denk ik wel weer de kijktip voor aankomend weekend. Ik heb begrepen dat is Ieder elke week eigenlijk. Voor Ieder wel. En WO is een hele moeilijke tegenstander. Voor het seizoen geloof ik ook twee keer van verloren. WO, woest en onverschillig toch? Ja, dat klopt. Maar dat woest, dat moet er maar af. Dus...